Jos Ubbels, vicevoorzitter van Formatie Fitness Force. Ja, waarom staan jullie hier in Zwolle voor het provinciehuis vandaag? Nou, kijk, er wordt in Den Haag en in de rest van Nederland en vooral ook in de media altijd gesproken over stikstofproblemen, als net alsof het een soort agrarisch probleem is. Maar de agrarische sector is de enige in heel Nederland die ook stikstof opneemt. Dus wij vinden dat we helemaal niet het probleem zijn. Tegelijkertijd hebben de agrarische in Nederland bijna allemaal een correcte vergunning, een NB-vergunning. En ons is ter oren gekomen dat er een heleboel bedrijven in Nederland zijn die helemaal geen NB-vergunning hebben en wel verplicht zijn. En ik heb vandaag een lijst bij mij. En die gaan we vandaag bij de provincie mee in overleg. En dat zijn bedrijven die allemaal binnen 5 kilometer van de Natura 2000 zitten. En dus sowieso een NB-vergunning behoeven. En wij zijn nieuwsgierig of die wel hebben. En wat voor soort bedrijven zijn dat? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, bovenaan de lijst staat bijvoorbeeld een distributiecentrum van de Jumbo. We zijn nieuwsgierig, zou die een NB-vergunning hebben? Zit wel bij 2,6 kilometer of zo van de Natura 2000 gebied. Dus moet wel. En hebben jullie dat zelf onderzocht, dat welke bedrijven geen NB-vergunning hebben? Hoe is dat gegaan? Ja, we hebben met het team, we hebben een team bij FDF, zeg maar, die dat soort zaken oppakt. En met ons advocatenteam, waaronder ook Max, die hebben dat nagezocht in hoeverre ze gelijk hebben of ongelijk. En wij denken dat we een goed punt hebben. En het kan niet zo zijn dat je bedrijven die vergund zijn, vergunningen gaat afpakken, terwijl de bedrijven in Nederland zijn die de vergunningen niet op orde hebben. Daar horen we niemand over. En als die lijst die jullie hebben met de bedrijven die mogelijk geen NB-vergunning hebben, was dat de reden om te gaan protesteren? Of waren dat de laatste 4 rapporten die uit zijn gekomen over stikstof? Hey, kijk, wij hadden de planning om het iets verder vooruit te schuiven, de protesten. Laten we daar ook eerlijk in zijn, omdat wij eerst graag alle informatie op de achterhoede zelf al wilden verzamelen. Maar er was zo'n hoge actiebereidheid en zo'n druk onder de boeren dat wij ook vonden dat die gekanaliseerd moest worden en dat er wat moest gebeuren. En als je die boeren in het hart raakt, zeg maar, dan moet op dat moment dat ook kenbaar maken naar de overheid. En dan voelen ze het beste. Ja, als we kijken naar het laatste PBL-rapport, die zegt eigenlijk niet alleen landbouw, maar ook bijvoorbeeld het verkeer en de recreatie zouden ze in de toekomst niet mogelijk door stikstof. Is dat ook iets wat jullie onderschrijven? Dat is waarschijnlijk een beetje ook waar wij op aangaan. Dat de problematiek is dermate groot. Er wordt gepraat over, dan gaan we boeren uitkopen, dan kunnen wij daarmee weer andere mensen die de vergunning niet op hadden helpen. Maar het kon nog wel zo zijn dat we niet eens boeren genoeg hebben om allemaal weg te doen hier uit Nederland. Dan hebben we nog een probleem. En dan gaan we geen auto meer rijden, dan gaan we helemaal niks meer doen. Dat is al verschillende keren uitgezocht dat ook zo is. Alleen, ja, we gaan eerst eens even die vergunning. Die kun je handhaven, daar kun je achteraan en daar gaan wij mee beginnen. Hoe gaat deze dag er vandaag uitzien hier in Zwolle bij het provincie? We gaan in gesprek met de provincie. We verzamelen hier eerst. Dat zal straks even een klein woordje zijn, denk ik. En dan gaan wij in gesprek met de provincie met een aantal boeren. En dan gaan wij eisen dat we de informatie krijgen van de bedrijven die wij denken dat geen vergunning hebben. En dan willen wij weten of dat ook de waarheid is. En is dat de waarheid, dan zullen wij daar tegen gaan optreden vandaag.